Dinsdagochtend zijn aan het eind van de ochtend twee mensen zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de A7 tussen Berkhout en Horen. De twee waren inzittenden van een auto die op de linkerweghelft reed om een sleepwagen in te halen. De bestuurder van de sleepwagen ging echter naar links om een andere auto in te halen. De auto met de slachtoffers kreeg daardoor een tik, schoot de weg over, ramde een verkeersbord en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. De bestuurder is met spoed naar het VU in Amsterdam gebracht. De passagier, die bekneld zat met zijn voet, moest eerst door de brandweer bevrijd worden. Daarna ging ook hij met spoed naar het ziekenhuis. De dienstverkeersongevallenanalyse van de politie heeft foto's gemaakt van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval heeft de politie regelmatig de A7 volledig afgezet.